de bal er zo makkelijk in dunkte, was niet alleen geluk. Geluk kan je namelijk een handje helpen door hard te trainen, je te focussen of door een trampoline te gebruiken. Weet je nog die gelukstreffer van daarnet? Het was geen geluk en ook geen toeval. Het was gewoon keihard werken. Bij topsport is psychologische kracht net zo belangrijk als fysieke kracht. Met deze gedachte bedacht ik het volgende experiment. Kan je een geluksteam samenstellen? Wat denk jij? Jan doet de test in een sporthal, waar hij mensen verzamelt die graag aan zijn experiment meewerken. Jullie zijn met 18 personen, jullie kennen elkaar niet en jullie weten ook nog niet wat we gaan doen. Klopt dit? Oké. We gaan namelijk een experiment doen. Ik ga jullie zo meteen in twee groepen verdelen. En jullie gaan allemaal op de basket gooien. Om het zo eerlijk mogelijk te maken, worden jullie allebei gecoacht door dezelfde coach. Dat is Edo. Hallo daar. Hoi. Maar eerst gaan we jullie verdelen. Ik trek hier een lijn. Deze mensen mogen naar die kant. En die mensen mogen naar die kant. Vinden jullie het zo eerlijk verdeeld? Ik hoorde jou net zeggen, je vond het niet helemaal eerlijk. Nee. Er mag wel nog één persoon bij ons. Oké, dan doen we deze jongeman, die is redelijk lang. Als die nou ruilt met die jongen in het oranje-achtige shirt. Ja, het is niet echt oranje, maar was het ooit. Is het zo eerlijk? Ja. Dan gaan we jullie allemaal t-shirts geven. Ik wil aan jou vragen om een krabbeltje te zetten op de opening van de envelop. Doe maar over de... Ja, heel goed. Heel mooi. En hetzelfde wil ik ook vragen aan iemand van het rode team. Doe maar lekker groter. Zo. Beeldig. Deze envelop is nu nog niet belangrijk, maar aan het einde van het spel kom ik er even op terug. Het rode team, dat gaat beginnen. Het blauwe team mag met mij meekomen. Zijn jullie er klaar voor? We gaan de tijd, 10 minuten. We gaan nu in. Hoi! Niet stil staan! Goed zo. 1, haka! Eerst is binnen! Niks! Concentreren, hè! Heel goed, bijna! Goed zo. Gaat volgens, ja! Oké, maak een rijtje. Dan gaan we onze 10 minuten. Die gaan nu in! Dankjewel voor de coaching. Zag er goed uit. Hoe ging het? Goed? Ja, mooi. Goed. Nu is het moment aangebroken om te vertellen wie de winnaar is. We beginnen met het team wat als eerste gespeeld heeft. Kunnen jullie hardop zeggen wat jullie score was? 13. Vertel eens, welke score hadden jullie? 26. Nou, ik wil het winnende team feliciteren. Heel goed gedaan. Maar het ging hier niet om het winnen. We waren namelijk bezig met een psychologisch experiment. En dit is wat de deelnemers niet wisten. Jij bent de coach voor dezelfde teams. En de ene mag je heel positief coachen. En de andere mag je heel negatief coachen. Oké, bad coach, good coach. Exactly. Kijken, wat deed jij? Wat deed jij? Is geen volleybal? Ik vond hem heel fanatiek. Hij was niet echt aardig. Hey, Hatsa! Eerst is binnen! Oh, goed bezig, man. Is niet erg, hè? Ik vond Edo een goede coach. Zeker omdat hij heel positief was. Oké, Rock en Roll, heb ik nog één kleine verrassing voor jullie? Yeah! Doen jullie mee? Eerst concentratie. Wow.
dat spatje moment. Ja! Jongen, waar kom jij vandaan, zeg? Focus, hè? Concentreren. Ja, Edo was streng. Wat doe jij? Hij gaat leren van je. Ja, maar je doet gewoon zelf zo. Ja, ik vond het een één groot stuk zaggerij. Ik had nieuwe dieptes aangeboord in mijn klootzakkerigheid. Ik vond het echt heel sneu voor die mensen ook. Zo zien jullie dat coaching heel veel invloed heeft. Zo merk je dat als je positief gecoacht wordt, dat er veel meer uit jezelf wordt gehaald. En als je negatief gecoacht wordt, dat je neergehaald wordt en dat de resultaten daar ook veel minder worden. Maar ik ben geen psycholoog. Ik creëer namelijk illusies. Jullie hebben gezien, de hele tijd, het hele spel, heeft hier een envelop gehangen. Edo, ja. Jij hebt de hele tijd deze envelop in beeld gezien. Ja. Je mag hem openmaken. Oké. Okay. Door de handtekeningen heen. De handtekeningen zijn nog dicht. Ik heb namelijk een voorspelling gemaakt. Oh. Mag ik kijken? Je mag hem openvouwen en hardop voorlezen wat erop staat. Voorop staat. Het blauwe team wint. Nou, daar had je wel gelijk in. Je mag hem alleen nog één kap verderop nee, slaan. Nee, dat meen je niet. Ja, wat? Nah. Ze winnen met 26-13. En nou. Dankjewel, Edo. Dankjewel voor het meespelen. Succes ermee. Zo is Edo met ons omgingen en met de andere ploeg achteraf wat ik hoor. En dat er zo'n stand uitkomt en dat hij nog precies op papier staat ook. Ik snap er helemaal niks van. Ja, ik had de hele tijd al wel dat ik dacht, wat doet die envelop daar dan toch? Verbaasd. Ik was shock. Ik dacht van, hé, hoe kan dat nou? Dat kan toch niet? Maar je staat er de hele tijd bij en je weet niet hoe en wanneer en hoezo. Voor hetzelfde geld is het 14-15 of... Dus daar snap ik helemaal niks van. Dat ook die uitslag al precies 13-26 is of zo. Nou, ik dacht eerst kon bestaan dat Blauw heeft gewonnen. Dat was op zich wel te verwachten. 26-13. Geen idee.